Mario Kaptein is dinsdag door Helmond Sport gepresenteerd als de nieuwe algemeen directeur van de club. Kaptein vertrok in 2009 bij Helmond Sport om bij VVV technisch directeur te worden. Daarvoor werkte hij al 8 jaar bij Helmond Sport. Eerst als technisch manager, daarna als algemeen directeur. En in de jaren 90 voetbalde hij 2 jaar voor de club. Ik ben erg blij en tevreden dat ik weer terug ben. Ja, wat is er veranderd in die jaren dat je weg bent geweest? Nou, kijk, daar hebben we natuurlijk wel over gesproken de laatste weken. Wat natuurlijk het belangrijkste wat er veranderd is, is dat heel de organisatie een klein beetje door elkaar wordt gesot. Het belangrijkste is natuurlijk dat er een heel nieuw bestuur is gekomen. En op de werkvloer zijn er ook wel wat nieuwe mensen gekomen. En die ook hun werk daarin heel goed hebben gedaan. Dus, Wat een moeilijke klus, denk ik. 2 keer bijna promotie, 2 jaar achter elkaar. Hoe is dat evenaren dit jaar? Nou, kijk, ik denk dat het goed is dat je terugkijkt naar de laatste 10 jaar waarin Helmond Sport 8 keer play-offs heeft gespeeld en waarin ze 3 of 4 keer de finale hebben gespeeld. Ja, aan de andere kant, het is ook een hele stabiele club. Dus er staat een hele stabiele organisatie, zeker op technisch gebied. Dus alle vertrouwen in dat we dat door kunnen trekken. Welke ambities heeft u? Welke ambities ik heb? Nou, ik heb maar één ambitie en dat is het zo hoog mogelijk. En als dat Eredivisie is, heel graag. Want ik heb natuurlijk 3 jaar in de Eredivisie gewerkt en dat smaakt wel naar meer. Dus heel graag met deze club. Nou is het nog niet helemaal zeker wie de nieuwe trainer wordt. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk een hele belangrijke pion. Aan de andere kant heb ik net ook uitgelegd dat de overige mensen in de technische staf heel belangrijk zijn. Er zijn een hoop trainers na Helmond Sport beter geworden. De laatste 5 trainers, Jan van Dijk, Ruud Brood, Jurgen Streppel, Hans de Koning, Jan Poortvliet, zijn allemaal hebben een stap kunnen maken, of sportief of financieel. Dus dat geeft wel aan dat het hele goede trainers zijn, maar dat het hier een hele stabiele organisatie is. Daarom ben ik heel blij dat de rest allemaal is gebleven en zelfs is uitgebreid. Wanneer hoopt u de naam definitief bekend? Nou ja, het liefst hadden we dat vandaag willen doen, maar dat gaat dus niet. En we hebben een hele goede vervanger erin, Mario Vleijzer, dus die gaat maandag beginnen. En we zullen zien wanneer er wel duidelijkheid komt.